Oude Bos zit bakkerij Nagelkerken. En ik hoor jullie thuis een beetje denken, Nagelkerken? Ken ik dat niet van het YouTube-kanaal van de Nagelkerkjes? Nou, klopt inderdaad. Ik heb net even gecheckt. Op dit moment hebben ze 49.000 abonnees. Wij met Wij Pinnen Voor U zijn over de 23.000 heen. We gaan richting de 25.000 abonnees. Dus kijken of ze misschien mij herkennen en of ik hun herken. En of we natuurlijk mensen blij kunnen maken met de pinpas. Nou, kom op, daar gaan we. En weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen natuurlijk ook gewoon een aantal mensen blij gaan maken met Wij Pinnen Voor U. Goedemiddag mevrouw, hallo. Nee, zoekt u lekker uit. Ja, ik ga even langs u heen. Goedemiddag. Hallo mevrouw. Ik ben vandaag op pad met de pinpas van alle ondernemers hier. Uit het winkelcentrum. En ik wil gewoon voor u betalen als dat mag. Kijk, ik lig hier ook. Ziet u? Mr. Pin van YouTube. En je had hem in je handen. Dus u krijgt het vandaag gratis. Nou, dat is super. Ja, we maken alleen een klein leuk filmpje ervan. Maar ja, dat zijn ze hier wel gewend volgens mij binnen in de bakkerij dat er gefilmd wordt, toch? Zij wel. Ja. Ja, en voor u, weet je, anders ga ik er gewoon een beetje voor staan. Nee, komt helemaal goed. Ik ben nieuwsgierig wat het totale bedrag wordt. En ik denk dat ik nog wel iemand blij ga maken hier. Heb ik zo'n idee. Het zou kunnen. Ik weet het niet. Er zijn meer mensen, dus... Ja, daarom. En er wordt voor alles neergelegd. Ja. 7,25. Nou, 7,25. Ga ik gewoon 7,25 afrekenen. Ik ga afrekenen voor deze mevrouw. Zal ik het in uw tas doen even? Even alles eruit. Nou, rustig aan. Geen paniek. Ja, daar gaan we. Ja. En de harde broodjes. En de andere broodjes. En ik ga gelijk even tussendoor pinnen. Dat kan gewoon contactloos hier. Hop, akkoord. Zo makkelijk gaat dat. En dan krijgt u nog een zakje voor uw stokbrood. En dan hebben we €7,25 vooraf gerekend. Gefeliciteerd. Dank u wel en heel hartelijk bedankt. Graag gedaan namens alle ondernemers hier uit Oude Bos. En het stokbrood in het zakje. Die kan hierin, in de speciale stokbroodzak. Nou ja, niet helemaal. Alsjeblieft. Bedankt. En mag ik de bon mee hebben? Ja, dank u wel. U moest ook afrekenen, mevrouw. Nou, kom maar. Mr. Pin staat bij de kassa. En ik heb de pinpas. Ik ben gewoon mensen blij aan het maken namens alle ondernemers hier uit het winkelcentrum. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, hele fijne dagen, mevrouw. Sorry, dank u wel. Dit ga ik ook gewoon nog afrekenen. Ja, doen we ook gewoon. En dit was één worstenbroodje. Oh, die staan ze onbekend, hè, om de worstenbroodjes. Ja, onbekend, inderdaad, ja. 2,40, nou, daar gaan we. Ja, u wilde hem open doen, hè? Hoeft niet, nee. 2,40 doen we ook gewoon. Kijk, het is niet veel, maar wie het kleine niet eet, is het grote niet weet. Gefeliciteerd, u mag het lekker meenemen. Ik neem het bonnetje mee en dan wens ik u een fijne dag. Mevrouw, u moet ook nog afrekenen. Nou, kom maar hoor. Ik ben nu toch lekker bezig, toch, met de pinpas. Gaan we gewoon nog even door. Ik mag zo achter de kassa, hè. Kijk eens even, dan zien we ook gelijk wat ze hier allemaal hebben. Dit zijn de lekkere broodjes, de eierkoeken, de worstenbroodjes. En een halfje wit is het, mevrouw Ellie. Nou, daar gaan we weer. 13,95. Doen we ook. En dan heb je kans dat ik hem zo een keertje erin moet doen. Hij is akkoord. Zal ik u even helpen het in de tas doen? Kijk eens, alsjeblieft, de broodjes, de eierkoeken en de worstenbroodjes. En dan wil ik graag het bonnetje mee. U moest ook nog afrekenen, mevrouw. Nou, ik zou zeggen, kom deze kant op. U moet ook nog afrekenen, mevrouw. Gaan we ook zo doen voor u. U stond gewoon heel erg te wachten hier. Ja, u stond toch... Wacht even. Deze mevrouw die stond heel lang te wachten. Kom maar, ik ga voor u ook afrekenen. Echt waar. En ook de kaas erbij? Ja. Verkopen ze die hier ook, kaas? Ja, daar staat daar. Oh, daar achterin? Oh, daar. Ja, ik zie het. Lekker. Twee mini-pizza's. Ik begin er wel honger van te krijgen. Dat mag je wel hebben, hoor. Nee, ik ga zo lekker lunchen hiernaast. 10,35. Oh, wat graag. Fijn, hè? Oh. Ja, zomer op een zaterdag. Nou, zomer op zaterdag. Ja, daar gaan we weer. En ook een vinkje. En neem ik het bonnetje mee. Ik krijg u van mij de broodjes. Heel graag gedaan. Ja, namens de ondernemers. En een heel fijn weekend, hè? Ja, dankjewel. Oké, okay. Tot ziens, dag. Deze tussendoor, want hij blijft hangen en dan komt ze niet meer uit. Oh jee.
We hebben even stress met het pinapparaat. Zie je het, ja. Zie je het, alles blijft hangen. Ik gooi gewoon, ik ben zo met die pinpas aan het zwaaien. Dat alles gewoon blijft hangen. Vijf stuks. Worstenbroodjes, dat is alles. Die meneer hoort niet bij u? Nee. Meneer, ik ga voor u ook nog afrekenen hoor. Ja, dat meen ik echt. Bent u de laatste in de rij zo'n beetje? Het 7 euro. 7 euro? Nou. En ook de worstenbroodjes zijn betaald, mevrouw. Dankjewel. Fijn weekend. U ook, fijn weekend. Dank u wel. Fijne feestdagen. Gaat helemaal goed komen. Bedankt, hè. Ik ga eens even kijken hoor, wat ik nu allemaal al betaald heb. 7 euro en een keertje 17 euro zit ik op. 17, 30, 40. Ja, u bent de laatste waar ik voor... Ach, mevrouw. Nou, weet je, u bent echt de laatste. Ga ik er iets overheen, maar dan maak ik wel goed ergens anders. Komt goed. U had meneer? 6 worstenbroodjes. Een roggebroodje. En 4 bolletjes. En 4 voor 1 euro. 10,90 euro. Nou. Daar gaat hij dan. Kijk, en nu moet ik een keertje in het pinapparaat. Ja, want nu heb ik te gek gedaan. Ja, nu heb ik te gek gedaan. Ik zwaai te veel met die pinpas. Ja. Pak hem even op, anders kijkt iedereen mee. En dan sta ik de pinpas van de ondernemers helemaal leeg. Kijk, die is ook akkoord. Nou, kijk eens, alsjeblieft. Dank u wel. En fijn weekend. Ja, u ook. Hartstikke bedankt. En die zijn ook voor u, alsjeblieft. Ja, en we moeten ergens stoppen, hè? Want ik kan natuurlijk hier de hele dag wel met mijn pinpas zwaaien. Dus u bent echt de allerlaatste. Oké, leuk. Ja. Bedankt. Sorry. Maar hij is op een gegeven moment anders leeg. Dus Op is op. Voor u wordt 6,35. Nou, als het goed is, moet hij het nu weer gewoon zo doen. 6,35. Nou, geregeld, mevrouw. Nou, kijk eens. Die erbij... En de paté. En een heel fijn weekend, hè? Ja, oké. Dan gaat het helemaal goed komen. Graag gedaan. Doeg. Hallo. Ja, nou wil ik eigenlijk... Ja, het bonnetje had ik nog niet van deze. Kan dat kloppen? Nee. Zit hij weer vast, Ellie? Ja, die rol die zit wel eens te los erin. Ja. En dan draait hij door. Hé, nou heb ik één brutale vraag. Ik zou eigenlijk heel graag even in de bakkerij willen kijken. Mag dat? Oh, dat mag voor mij. Mag het wel, ja. Maar ik denk dat ze allemaal het schoonmaken zijn. Oh, maar dat geeft niet. Ik wil het gewoon even zien. Ik ga even daar naartoe. Ja. Hé, dankjewel, hè, Ellie. Kom erop. Ja, en ik heb het gevraagd aan Ellie. Weet je, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig van aard. Dus ik wil gewoon even in de bakkerij kijken. Kijk, de wachttijd voor de warme worstenbroodjes bedraagt op dit moment 3 minuten. En over 3 minuten heb je de verste worstenbroodjes. Hallo, goedemiddag. En het ruikt hier ook zo lekker. Weet je, jullie kunnen het niet ruiken. Moet je kijken. Heerlijk. Kijk, en even tussendoor. Want er wordt namelijk al schoongemaakt. We zijn natuurlijk vanmorgen hartstikke vroeg begonnen. Lukt het allemaal een beetje? Ja, het moet ook allemaal schoon, hè? Ja, het moet allemaal schoon, inderdaad. Hey, hoe vroeg zijn jullie vanmorgen nu begonnen? Ik om 10 uur, maar sommigen om 6 of soms al eerder. 6 uur of eerder. Heb jij mazzel, 10 uur, toch? Nou, succes, hè, met schoonmaken. Hallo. Ik kan er net tussendoor. Kun jij er ook tussendoor? Kijk, hier wordt ook alles schoongemaakt. Wat heb je hierop gebakken? Dit zijn worstenbroodjes. De worstenbroodjes. Ja. De wachttijd bedraagt 3 minuten nu. Wat zei je? De wachttijd bedraagt 3 minuten voor de worstenbroodjes, ja, zag ik vooraan. Ja. Dat klopt. Even kijken nog even hier. Succes, hè, met schoonmaken. Ja. Pas op hoor, Rob. Het is glad, want ze hebben hier schoongemaakt. Kijk, nou, hier liggen de pizzas. Dit is dus het hart van de bakkerij. Ja, het is toch wel leuk dat jullie even een kijkje gekregen hebben in de bakkerij van de Nagelkerkjes. Bakkerij Nagelkerken. En vergeet ook niet even op hun YouTube-kanaal te kijken. Hartstikke leuk. Ik ga weer door met de pinpas.